Maar wat voor dingen kan je moeder tegen je zeggen dan? Ja, gewoon dat ze mij liever niet als dochter had of zo, weet je, zulke dingen. Hey, ik sta namens Club Hub en Tussuur op Woeha voor Bieg de Bitch on Tour. Leuk dat je kijkt. En mijn vraag is, met wie zou jij absoluut, absoluut niet op een onbewoond eiland willen zitten? Met de hond van mijn buren. Volgens mij, ik heb hem dus nog nooit gezien, maar volgens mij is het echt een klein onderdeurtje. En dat beest, daar kan dus echt keffen, daar word je bang van. Maar ook gewoon steady om 2 uur 's nachts. Eva Jinek. Oké, hoezo niet? Ja, ik vind haar zo bedweterig. Ze is wel sexy, maar gewoon echt super kut. Ze is zwanger op het moment. Ook. Oh, is ze zwanger? Oh, poor guy. Een vriend van mij, Mr. Polska. Want hij kan mij fucking hard irriteren. Dus het is goed dat we elkaar soms niet zien. Mijn ex. Wat heeft je ex gedaan? Ja, hij ging gewoon vreemd. En ik vond het gewoon niet goed. Hoe vaak is hij vreemd gegaan? 3 keer zo. 3 keer? Ja, in die relatie gewoon. Maar hoezo niet Eva Jinek? Waarom haat je haar? Ze heeft te veel knowledge. En ik heb weinig knowledge. Dus ja, het is gewoon super kut. Maar ligt dat dan niet meer aan jou dan aan haar? Ja, dat zou kunnen. Maar ja, weet je, dan zou ik alsnog niet met haar willen zitten. Heel lang geleden. Zei van ja, kan ik een tijdje bij jou wonen? En toen moest ik daarover nadenken. Toen moest ik zeggen van no man, eerlijk, je gaat me irriteren en ik mag je. Dus als je lang bij mij gaat chillen, je gaat me opfokken. Voilà, nee. Je moet niet met juffrouw Pauline uit groep 8. Dat is een Surinaamse juffrouw uit groep 8. Luister, ze zat check te draaien tijdens de les. Noedels te eten, 10 minuten voor pauze. Met haar zou ik nooit op een onbewoond eiland willen gaan. Met mijn moeder, man. Hoezo niet met je moeder? Ja, we hadden altijd veel ruzie en ja, er was altijd gewoon veel gezeik bij ons thuis. Dus. Juffrouw Pauline heeft je een beetje gekraakt, merk ik. Ja. Je bent er nog steeds niet helemaal overheen. Nee, nog steeds niet. Daarom ben ik vandaag hier om los te komen. Juffrouw Pauline, alsjeblieft, laat de pijn stoppen. En wat heb je zo al tegen haar gezegd dan? Nou, het is niet per se dat ik dingen tegen haar heb gezegd, maar zij heeft dingen tegen mij gezegd. Maar wat voor dingen kan je moeder tegen je zeggen dan? Ja, gewoon dat ze mij liever niet als dochter had of zo, weet je, zulke dingen. Dat is best wel heftig, vind ik. Heb je hem laatst nog gesproken of? Dat weer wel. Oh, wat heb je gezegd? Nou, ik ging gewoon naar hem toe en toen wilde hij weer een kans. Maar toen zei ik, ik weet niet wat de toekomst brengt, dus... Hey, ik merk wel dat je stiekem wel weer een beetje naar hem toe trekt. Ja, misschien als ik heel zwak ben, maar ik hoop dat mijn vriendinnen me tegenhouden of zo. Misschien als jullie dan toch met z'n tweeën op zo'n eiland zitten, kunnen jullie het uitpraten. Ja, maar ik denk dat er dan ruzie komt en dat zou ik ook niet willen. Maar soms kan ruzie ook leiden tot goedmaken. Dat is waar. Ik zal het meenemen. Ik hoop dat jullie het goed maken. Ik hoop het ook. En een heel fijne dag. Zo, je hebt de hele video uitgekeken. Waar ik nu naar benieuwd ben, is met wie jij absoluut niet op een onbewoond eiland zou willen zitten. Dus laat dat weten in de comments hieronder. Oh my god, ze zuigen me op!